Hallo allemaal, vandaag heb ik iets bijzonders voor jullie. Hier onder dit kleed ligt het proefboek, de proefdruk van Terras Altas in zwart. Wij hebben het proefboek laten drukken om zeker te weten dat de boeken die dadelijk in productie gaan, helemaal perfect bij jullie aankomen. Nou, laten we maar snel gaan kijken wat er van geworden is. Dit is hem dan, Terras Altas in zwart. Zoals je ziet, een mooie zwarte cover, maar helaas is die nog niet helemaal perfect. Want als we beter kijken, dan zie je dat de cover niet helemaal passend is. En dat er dus dingetjes wegvallen in de kneep van het boek. Zoals je ziet, ook de achterflaptekst komt niet helemaal lekker uit. En dat komt omdat we helaas geen passende template hadden om de cover te maken. Die hebben we inmiddels wel, dus die problemen zijn ook nu opgelost. Als je ze naast elkaar zet, Terras Altas puur wit en in zwart, dan zie je ook dat hier de nummertjes niet helemaal netjes zijn, niet helemaal de gelijke hoogte en het logo ook niet helemaal. Ook dat hebben we inmiddels opgelost. Binnenwerk, nou, ziet er wel prachtig uit. Alleen ook daar is niet helemaal het lettertype goed gegaan. Dus dat hebben we aangepast. De kaart is wel echt prachtig geworden. Maar de radertjes, zoals je ziet hier zo, zie je een radertje tussen de tekst. Die valt op sommige plekken een beetje weg. Dus ook dat moet worden opgelost door de drukker. Voordat het boek natuurlijk naar jullie toe kan. Inmiddels hebben we dus de cover aangepast. Het binnenwerk opnieuw aangeleverd. En is het boek in productie genomen. Dus so far so good. Betekent wel dat hij ietsje later uitkomt dan we in eerste instantie hadden gezegd. We hadden natuurlijk gezegd februari. En dat wordt helaas maart. Dus we moeten nog iets langer wachten voordat we Terras Altas in zwart echt kunnen gaan lezen. Maar zoals gezegd, dan past hij natuurlijk wel perfect bij puur wit in de boekenkast. En daar gaat het om. Dus ik hoop dat jullie nog heel even geduld kunnen hebben. Voordat je Terras Altas in zwart toe kan voegen aan je verzameling. Nou, dat was het voor vandaag. Als ik de boeken binnen heb, laat ik dat natuurlijk zien. Je kunt hem nog steeds voorbestellen via de online boekhandel, de gewone boekhandel. Of natuurlijk via www.celticapublishing.nl. Bestel je hem bij Celtica Publishing, dan kun je ervoor kiezen om hem gesigneerd thuis te ontvangen. Op het moment dat het boek gereleased wordt. Dus ik hoop dat jullie er net zo erg naar uitkijken als ik. Doei doei!